Nummer 12 in de keuringsbaan. Nummer 12. Nummer 12, de nummer 12, Alden Zelster Ambassador. Ook een zoon van Springborn Capricorn. De keurmerrie van Springborn Glight. Eveneens gefokt en in bezit van de familie Dijkstra in Winsum. Deze ambassador sluit het drietal driejarige zonen van Springborn Capricorn af. De moeder van deze ambassador is Alden Zelster Ariane, die maar liefst vier op een volgende jaren de hoogst haalbare titel, die van algemeen dagkampioenen op de regionale keuring van Tolbert op haar naam wist te schrijven. Naast het sinds 2019 uitgeroepen tot sectiekampioen en reserve dagkampioen op de centrale merriekeuring. Ariane is weer een dochter van Elite Hengst, vechtzus Harwell uit Elite Merrie, Alden Zelster Antia. En deze ambassador is de eerste nakomeling van Ariane die in de keuringsbaan verschijnt. Grootmoeder Antia, die eveneens de grootmoeder van Alden Zelster Bachelor is, de hengst die hebben we daar straks gezien, heeft haar waarde voor de fokkerij ruimschoots bewezen. Nakomelingen die haar het elite-predicaat opleverden zijn naast kampioensmerrie Ariane onder meer de hengsten Alden Zelster Axel en Atlantis. Deze wat wisselende groep meenemen hengst nummer 10. We nemen niet mee hengst nummer 11. Nummer 12 gaat wel mee. En nummer 13, helaas, wij nemen u ook niet mee. In de tweede bezichtiging, catalogus nummer 12. Nummer 12, nummer 12, nummer 12, Alden Zelster Ambassador. Vader Springborn Capricorn, moeder is keur van Springborn Glight. Fokkeigenaar familie Dijkstra in Winsum. Moeder is Alden Zelster Ariane, die maar liefst vier op één volgende jaren de hoogst haalbare titel, die van algemeen dagkampioenen op de regionale keuring van Tolbert op haar naam schreef. Uitgeroepen in 2019 tot sectiekampioen en reserve dagkampioen op de centrale merriekeuring. Ariane is een dochter van de elite hengst, vecht zich haar wel. Vader is Springborn Capricorn. En de stokmaat van nummer 12, eveneens 1 meter 17, 1 meter 17 en 17 met 37 centimeter.
12 voldoende gelijnde hengst met voldoende beenwerk. We hebben even naar het hoofd gekeken. Daar zit een mooi groot oog in, maar het neusbeen is wat fors. Het hoofd zal ongetwijfeld nog opdrogen en daar rekenen wij ook op. De hengst wordt ingeschreven. Nummer 12 approved.